Sociaal experiment hier in de studio, Ron Smeets. Jij hebt zojuist 6 mobieltjes. Jazeker, 6 mobieltjes ingeleverd. Je zat er een beetje onrustig bij, toch wel? Ik heb een paar, op zijn minst een paar tweets en een paar Facebook-updates van mezelf gemist. Ja, ik heb een beetje in de gaten gehouden. Volgens mij ben je niet gebeld. Dat valt nog mee voorlopig. Maar ja, want daar gaat het over. Dat je even niet meer zonder je mobieltje kunt. Dat je hartkloppingen krijgt als je smartphone uit je zicht verdwenen is. En dat heeft een naam gekregen, namelijk nomofobie. Volgens Brits onderzoek leidt 2/3 van de onderzochte mensen eraan. Herkenbaar voor iedereen volgens mij. Voor mijzelf ook. Maar zeker voor jou, denk ik. Jij bent oprichter van mobilecowboys.nl. De site over alles wat met mobieltjes te maken heeft. Liefst de allernieuwste, hè? Ja. Want je bent een extreem geval. Dat zien we al aan het aantal. Maar er ligt er ook eentje tussen die nog niemand in zijn bezit heeft, hè? Geloof ik. Nee, die ligt in ieder geval nog niet in de winkel. Die heb ik vanmiddag bij Sony opgehaald. Wil je die het eerst terug? Eigenlijk wel. Ja, het is een langwerpige witte van Sony. Nou, we hoeven niet het hele merknaam te noemen, maar doet hij het goed? Belt hij lekker? Hij belt heerlijk en hij tweet ook goed. Je hebt ooit, ben je begonnen met een Mitsubishi-telefoon? Ja, dat klopt. Eind 92. Hier. Ja, dankjewel. Ja, eindelijk. Dat voelt alweer beter. Ja, eind 92 was dat een telefoon van Mitsubishi. Daarvoor nog wel van die Nokia-kasten die je in de auto moest inbouwen. Maar die huurden we dan bij waar ik toen werkte, omdat die gewoon te duur waren. Ja. En na die Mitsubishi ben ik overgestapt naar Nokia. En ja, een aantal jaren toch wel gebruikt. Ja, nu de laatste jaren ben ik natuurlijk geen doorsnee gebruiker meer, omdat ik voor mijn site tientallen toestellen per maand test en gebruik. Ja, vanuit jouw passie ben je gaan schrijven over mobiele telefoons. Nou, dat is je werk geworden. Vandaar die site. Vorig jaar in oktober was er even een storing bij BlackBerry. Ja. Toen kon er niet meer gepinkt worden. Geen berichtjes meer gestuurd worden, onder andere. Dat merkte jij ook, hè? Ja. Ja, dat was al. Op het moment dat ik dat merkte, ben ik daar gelijk bovenop gedoken. Want je zag heel veel. Ik heb daar een artikeltje over geschreven. En dan kwamen er heel veel reacties los. En als je nu naar dit onderwerp kijkt, dan is dat wel eigenlijk een soort teken geweest dat inderdaad heel veel meer mensen er last van hebben dan we denken. Want het leek wel alsof de hele wereld stil stond. Omdat al die, vooral jongeren die natuurlijk een BlackBerry hebben, en die pingen en WhatsAppen, dat ineens een paar dagen niet meer konden doen. Nee, ze werden boos. Ze werden boos, ze wilden geen BlackBerry meer, ze begonnen scheldkanonades, van alles en nog wat. En ja, echt panisch gedrag zou je bijna heel kunnen zeggen. Ja. En jij zelf? Ja, ik heb natuurlijk behalve BlackBerry ook nog wel wat andere dingen. Dus ja, je hebt nog een alternatief. Ik had alternatieven. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik zelf ook wel zoiets heb. Ik rijd niet meer terug als ik mijn huissleutel of mijn beurs vergeten ben. Of mijn laptop zelfs. Ja. Maar als ik mijn telefoon vergeet, dan op het moment dat ik erachter kom, dan rijd ik terug naar huis. Ja, ik vergeet nog wel eens mijn oplader en dan is mijn telefoon leeg. Dat is natuurlijk vergelijkbaar. Dan kun je ook even niks. Dan wordt het toch ook wel onrustig, eerlijk gezegd. Bij BNN hebben we nog ergere gevallen rondlopen. We gaan even luisteren naar 3FM-DJ Domien Verschuren. Die kan echt niet zonder. Ja, voor mij is het absoluut geen optie om zonder mobiel de deur uit te gaan. Ik heb het wel eens meegemaakt dat het 9:55 is. Mijn radioprogramma begint om 10:00. En dat ik om 9:55 erachter kom, ik heb geen telefoon bij me. Die moet er echt zijn op het moment dat mijn programma begint. Want ik weet niet of mensen me nodig hebben. Of ik mijn telefoon nodig heb voor mijn radioprogramma. En dan heb ik de luxe dat ik echt naast mijn werk woon. Dus naast de studio van 3FM. Dus het is wel eens voorgekomen dat ik om 9:55 achterkwam mijn telefoon niet bij me te hebben. En om 9:55 nog besloot nog terug te rijden om dat ding te gaan halen. Nou, zelfde verhaal dus ongeveer zoals bij jou, Ron. Dan gaan we nog even naar Corrie. Corrie Gerritsma van het gadgetblad Bright. Die raakt in paniek als haar telefoon kwijt is. Als ik erachter kom dat ik mijn mobiele telefoon niet bij me heb, heb ik eerst altijd een lichte paniek. Want is hij misschien echt kwijt? Heeft iemand anders mijn handen? En daarna komt altijd echt een soort nervositeit van, wat mis ik allemaal? Wie gaat mij bellen? Ik kan het niet opnemen. Ik kan niet bijhouden wat iedereen die ik ken doet op internet. Twitter, Facebook, alles. Ik heb geen toegang tot het nieuws. Ik heb eigenlijk het idee dat je de hele dag niet kan functioneren als je dat ding gewoon niet bij je hebt. En het is natuurlijk ook zo. Het is gewoon je belangrijkste bezit geworden. Ja, angst en paniek dus. Fantoomgevoelens zelfs, hè? Ja. Ja, dat is ook iets wat je ziet gebeuren. Mensen, ik denk veel mensen dat ook wel herkennen. Je hebt je telefoon in je broekzak zitten. Mm-hmm. En ineens denk je dat die
dat die trilt. Dat er een bericht binnenkomt of dat je gebeld wordt. Ja. Je haalt je telefoon eruit en er is niks aan de hand. En ja, dan is het soms namelijk gewoon een bus die langs rijdt en dat trilt dan ook en dan denk je, hey. Ja, dat of nee, echt het gevoel dat echt de telefoon trilt. Dat is echt een soort van echt een fantoomgevoel. Ik noem het geen fantoompijn, want dat is gewoon overdreven. Nee, maar dat zou een beetje ver gaan. Maar toch, angst, paniek, dat riekt naar een echte fobie. Psychiater Bram Bakker is gepromoveerd op fobieën. Bram, goedenavond. Goedenavond. Nomofobie noemen we het. Is het een echte fobie? Nee, een fobie is vermijdingsgedrag, omdat je iets eng vindt. En hier zit het vermijdingsgedrag niet in. Dus je kan nog zeggen dat het een angststoornis is. Maar formeel is het geen fobie. Nou, Ron die heeft 7 telefoons om ervoor te zorgen. Dus die vermijdt wel het feit dat hij een keer naar zonder zit. Ja, nee, maar de klassieke fobie is zeg maar dat je een paniekaanval krijgt in de supermarkt en vervolgens de supermarkt niet meer indurft. Of dat je bang bent om te gaan stotteren tijdens een praatje en je dan ziek meldt voor een vergadering waar je het woord moet voeren. He, dus dat vermijdingsgedrag staat bij fobieën voorop. En dat je angstig of gespannen of allerlei lichamelijke ongemakken voelt op het moment dat je je telefoon niet hebt, dat verwijst inderdaad naar angst en spanning. Mm-hmm. Maar dat is toch nog net iets anders dan een fobie. En die Britse onderzoekers zeggen dus, het noemen het dan nomofobie, angststoornis noem jij het. Wat was jouw gedachte erbij toen je dat hoorde? Nou, het verbaast me niks. En de vergelijking met een prothese, die dringt zich natuurlijk op. Dat het een soort integraal onderdeel van ons lichaam lijkt te worden. Mm. Vrouwen hebben er meer last van dan mannen. Ja, nou, het verontrustende eraan is natuurlijk dat 20 jaar geleden kon iedereen prima leven zonder. En in hoog tempo zie je steeds jongere mensen en ook met name steeds meer vrouwen echt het gevoel hebben, zonder lukt het niet. Facebook-verslaving is vooral een ding bij jonge meisjes. Bij jonge meisjes? Hoezo? Ja. Nou, die dan inderdaad doorlopend hun status moeten checken of moeten kijken of er nog iemand iets gepost heeft en waar hun vriendinnen zitten en noem het maar op. En op een manier die hun hele doen en laten gaat domineren. Ja, dat verwacht ik op een of andere manier al wel een beetje dat meisjes daar meer last van hebben. Maar is daar ook een wetenschappelijke verklaring voor? Nou, hoe je het moet verklaren, dat weet ik niet. Maar het past natuurlijk in een breder geheel waarbij we het doseren allemaal steeds slechter kunnen. Want het zou natuurlijk wel heel erg goed zijn dat we allemaal 1 dag per week onze mobiel niet gebruiken. Mm-hmm. Dan leer je de relativiteit bewaken. En nu is het, ja, hij is er altijd. En als hij er niet is, dan voelt dat raar. Maar normaal is het natuurlijk dat hij er niet is. Kortom, als je er iets aan wilt doen, je wilt er vanaf, dan zou je af en toe even niet. Ja, dat is veruit het beste wat je kan doen. Maar dat geldt voor alles waarin wij mateloos kunnen zijn. Dat geldt voor drank, dat geldt voor drugs. Het is prima af en toe, maar niet altijd. Ja. Apparaatloze zondag. Ben ik voor, ja. Ja? Ja, absoluut. En hoe moeten we dat dan voorstellen? Want hoe bel je dan als je de weg kwijt bent, bijvoorbeeld? Nou, kijk, als wij met elkaar afspreken dat we op zondag geen apparaten gebruiken, dan hoeven we ook niet bang te zijn dat we iets missen, want dan doen we het allemaal niet. Dus daar ligt een kans. Ron, jij hoort dat. 1 zondag per maand bijvoorbeeld even zonder telefoons. Het zou een leuk experiment zijn, maar ik denk niet dat ik eraan mee zou doen. Nee? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Al zou het voor de lol zijn even proberen? Dan misschien wel nog, ja. Maar elke maand vast 1 dag? Nou ja, als die opgedrongen wordt, hè, zoals we vroeger de autoloze zondag hadden, ja, dan kun je niet anders. Maar ja, ik denk dat het... Ik denk wel eens thuis, beslis wel eens, zeg ik, hey jongens, we leggen allemaal de telefoon in een mandje. Als er een bezoek is bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, daar word ik toch wel iets gezelliger van. Heb je dat gevoel dan niet? Dat klopt, ja. Dat is zeker wel waar. Ik hoor het zelf ook vaak als ik in een restaurant zit met mijn vriendin en dochter. En ik ben dan met Facebook bezig om te vertellen dat ik in een restaurant zit. Ja. Dat is eigenlijk ook wel vreemd. Vindt ze niet leuk? Nee, dan krijg ik toch wel vaak rare blikken. Het zit niet in het moment, hè? Nee. Mensen recenseren wat ze aan het doen zijn al op het moment dat ze het doen. Ja. Er zijn al wat anti-bewegingen gaande. Café De Hete Brei in Zwolle die verbood eerst een tijdje mobieltjes in zijn geheel. Maar houdt het nu op een Wordfeud verbod, het Scrabble-spelletje natuurlijk. Dat moet maar niet meer gedaan worden daar. Luister maar even. Het Wordfeud verbod hebben we eigenlijk ingesteld omdat wij graag oud-Hollandse bordspelletjes zien in een café. Want het is niet zo dat ik daar ouderwets in ben, maar ik zie gewoon bij mezelf ook wel, ik twitter behoorlijk wat en in Wordfeud was ik ook al een beetje verslaafd aan. Het is best wel, je moet wel af en toe een pas op de plaats nemen en weten wanneer je zo'n ding eens aan de kant legt. Ja, dat zegt ze heel fel. Alice heet de brei van het café. Is dat dan iets waarvan jij denkt dat het is een goed idee, Ron?
Ja, wellicht wel. Je ziet trouwens dat veel jongeren die hebben daar een variant op bedacht. Althans iets, dat heet phone stacking tegenwoordig. Ja, juist. Dan leggen ze allemaal het toestel op elkaar gestapeld op de tafel in het café of in het restaurant. En degene die dan het eerste de drang niet meer kan weerstaan om zijn Twitter te checken of zijn telefoon te pakken, die mag betalen. Huh. En ja, dat is natuurlijk ook wel... Goed idee. Ik vind dat een goed idee. En het geeft ook wel aan dat ze zelf ook beginnen te realiseren dat het soms wel te veel wordt. Ja. Maar Bram, dat zijn natuurlijk allemaal trucjes en ze zijn ook vooral leuk om eens een keer te proberen. Maar je komt er natuurlijk niet echt vanaf. Nou, ik mag hopen van wel. Nee, kijk, het is om te beginnen is het afleiding. Het is niet de norm. En als ergens het licht uitvalt, dan heb je 9 maanden later heb je een geboortepiek. Dus dan gaan mensen ineens, omdat ze niks beters te doen hebben, gaan ze echt zinnige dingen doen. Ja. Met elkaar naar bed of zo. En nu zitten mensen die zitten woordfeut te spelen en Twitter te checken. Terwijl ze veel beter intermenselijk contact zouden kunnen hebben dan dat. Nou klinkt het ook wel een beetje alsof het echt een probleem is. Nou waren er ook tijden dat er treinen gingen rijden. En toen werd iedereen bang dat de melk in de koeien zuur zou worden. Het is gewoon moderne ontwikkeling. Weet je wel, dat hoort er een beetje bij, Bram. Of is het wel echt een probleem waar we op moeten letten? Nou, de mensen die vatbaar zijn voor mateloosheid, die moeten opletten. En ik twitter echt naar harte lust, maar ik twitter ook heel erg niet op momenten dat het me niet uitkomt. Ja. En dan is het prachtig. Dan is het een schitterend medium. Echt, voor de informatievoorziening is er niks leukers dan Twitter. Ook voor mij niet. Maar op het moment dat ik thuis kom, dan willen mijn partner en mijn kinderen gewoon een beetje aandacht. En dat gaat een stuk beter als mijn mobiel in de hoek ligt. Ja. Dr. Bram Bakker is het geloof ik op Twitter. Ron, voor jou even, waar is het misgegaan? Of waar is het heeft het zo'n enorme vlucht genomen? Ja, je ziet natuurlijk dat je sinds een aantal jaren kun je met een mobiele telefoon meer doen dan alleen bellen en sms'en. Ja. De social media sites zijn natuurlijk als paddenstoelen uit de grond geschoten. Die zijn heel erg populair geworden. En je kunt die allemaal met je smartphone bijhouden. Dus maar wordt het nog erger, wil je zeggen? Komen er nog veel meer apps en toepassingen waardoor we nog veel meer in de telefoon zitten? Ja, als ik sommige groepen zie, als ik met mijn dochter op school kijk, waar je soms ziet dat ze met z'n tienen in een groepje staan en eigenlijk een half uur niet met elkaar praten. Mm-hmm. Ik denk dat het ook soms niet meer erger kan voor bepaalde groepen. Maar het is wel, hoe meer van dit soort applicaties en sites er komen, die hoe meer toepassingen voor je mobiele telefoon of voor je smartphone er komen, hoe groter het probleem gaat worden voor sommige mensen. En dan is het inderdaad mensen die er gevoelig voor zijn. Ja, maar je kan nog wel moeilijk aankomen met, hey dochter lief, doe eens wat minder, want je hebt 7 telefoons. Dus... Nou ja, ik zwak punt. Nee, ik kan het niet tegen. Nee, dat klopt. Ja. Ik kan alleen zeggen, probeer deze eens af en toe. Ron Smeets, dankjewel voor je komst naar de studio. Ik hou de andere 6 telefoons en die nieuwste die mag je houden. Bram Bakker, ook bedankt. En hou het een beetje in, hè, dan maar. Gaan we proberen.